Precies. I'm sweating. Precies. Oh, Rossi valt. Dat wist wel. Dat was het podium van de French Grand Prix. Armen, precies. Oeh, dat is een spannende strijd. Precies. Ja, shit can happen. We zijn bij de Grand Prix van Mugello. Voor de vijfde episode van de 09 seizoen. Oh, thuisrace voor Rossi natuurlijk. Lorenzo, Pol. Another wet race. Dat is niet goed. Warm-up crash. Is überhaupt wel een gamegeluid te horen? Ik zie nergens, zie ik namelijk. Oeh, wie crasht daar? Big crash. Oké, let's go. We gaan beginnen aan de volgende Grand Prix. Ja, in ieder geval een kortere race als de. Als die waren in. Le Mans. Nu vier rondes. Finish first. En niet op het gras rijden, want dat ga je crashen. Lee? Nee, mate. Wat is dat? Thank you, kom op. Beter. Nee. Er zijn toch geen break, heavy break zones? Oh my god, dat is major poe. En a track warning. Lovely.
af of de game gaat het überhaupt wel doet, want ik zie geen metertje lopen. Als je kijkt, please vertel het me. Oh, heavy, heavy brakes on. A little bit wide, maar niet erg. Hij is 56,9 van Tak. En nog iets, geen idee wie. Takashi of zo. Oh my god, break! Waarom moet ik altijd veel eerder rennen als die rode licht staat? Breaky, breaky man. Oké, Lorenzo. On the outside bij Lorenzo, is dat mogelijk? Oh, no, 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 no. Dat S. Oh, dat was too close voor mij, het gevoel. Lovely. Hey, hey. What are you doing? Wat is jij aan het doen, joh? Love, Kees. Ah, for fuck off. Oh, man. Come on. Doe dat niet. Oh, my. Jeez. Hey Rossi, ik kom voor je plekje. Kan je me die geven alsjeblieft? Of moet ik veel moeite doen? Ze zijn allebei prima hoor. Landry op 1. De hel? Ah, dat tikkie tegen Rossi aan, dat ontzettelde mijn motor. Ik ga bijna zeggen auto. Keep it a little bit to the right, BS. Oh, Rossi, 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 Rossi. Ho, fast corner move. How about that? Op naar Melandri, die op een of andere manier eerst staat. Hoho, de switchback is fantastisch daar. En P1 is mijn. Op naar de laatste ronde. Nog één rondje volhouden. Beetje diep ingegaan, maar oh, prima trouwens. Ik had het idee dat ik daar veel te diep in ging. Dat is. Daar moest ik even flink van mijn gas af om geen track warning te krijgen. 3 seconden voorsprong op Melandri al trouwens.
ik haat die bocht. Je krijgt die motor niet op de goede weg als je verkeerd bent daar. Dat is de waarschuwing, dat zag ik aankomen. Dat was de verkeerde lijn die ik daar te pakken had. Dat is totaal de verkeerde lijn. Oh, daar gaat de snelste poging, ronde poging. Jeez, bijna een seconde verloren op dat kleine stukje. Maar het maakt niet uit. P1 is mijn. Voor Casey Stoner. Oké, tweede gedeelte van deze vijfde chapter. Elke punt telt. Ik zal het proberen. Kijk op welke plek we staan. Vijf, waarom zoveel rondes? Waar is de challenge van 2 rondes gebleven? Ik wil challenges van 2 rondes hebben, niet 5. Capirossi? Oké. Jeez, mate, wat was je slow daar? Minstens een seconde op de derde plaats, ja, dat gaat wel lukken. En daar is nummer 1 al. En nummer 1, track warnings. Oh nee, dat is nog niet nummer 1. Lorenzo rijdt nog ervoor. Sorry. Ik dacht dat dat nog nummer 1 was. Nee, ik ben Lorenzo. Wie de fuck rijdt voor me dan? Huh? Ik ben Lorenzo, toch? Wie rijdt dan voor me? Is dat een lapcar? Car? Motor. Sorry? Ik gaf niet eens gas op dat moment, hè? Van wie zie ik de motor dan? Dat vraag ik me dan nu af. Ik denk dat ik toch 2 dagen nodig heb om dit nog af te maken deze seizoen. Zeker als die challenges maar op 400-500 blijven zijn. Maar ik ben nummer 1, ik ben Lorenzo. Dus er is een lap
GP Drive die ik daar voor mijn neus zie. Oh my god. Dat was een soort long lap penalty die ik naar dan. Die zet ik daar op een rondje neer. I-a-ho. En waarom zit ik weer langs de fucking lijn? Oh no, oh no. Jeez. Af. Come on. Ik kan me herinneren dat in de eerdere games dat gewoon vol gas was zelfs. Ah, die Angelus is dat. En die wordt inderdaad op een rondje achterstand gezet. Hebben we blauwe vlaggen in de MotoGP? I don't know. Oi, 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 mate. Get out of the way. Beep, 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 beep. Move it. Blijkbaar geen blauwe vlag in de MotoGP. Of hij gaat daar aan de kant. Dat zou een rare plek zijn. Het zou een rare plek zijn om daar aan de kant te gaan. 1.53.3 is tot nu toe mijn snelste ronde van deze mini gedeelte. Beetje moeite nodig om dat ding stil te krijgen. Zie je zelf ook. Totaal niet de apex gehaald. Dit is beter. Flink snel dan de vorige snelste. Ah, ik probeer hem te catchen. Werkte niet. No, no, don't do that. Oké, okay. Dan gaan we richting de laatst mogelijke ronde. Is dat ook de... Is niet de last lap? Dat is mooi, dus ik kan hem in z'n drie houden. Zo dom, hè. Ik bleef gas geven. Je moest remmen. Dat is beter. Volgende track warning.
Quintana vol nog geweest. Want ik was daar veel te vroeg met remmen dit keer. Dan maakte ik de bocht onnodig moeilijk. Nog een track warning. Can I go fastest? No. Ik kan niet nog een snellere ronde neerzetten. Blijft bij die 1:53.3. Volgens mij. Ik kan niet echt heel goed zien.